Nog één training scheidde Ajax vanochtend van de eerste thuiswedstrijd in 2016, zaterdagavond tegen Vitesse. Er werd fel getraind, want de huidige nummer 4 in de Eredivisie is een geduchte tegenstander. Zij hebben ook de laatste jaren best wel goede statistieken tegen ons. En het is gewoon een heel goed, wel jong ploeg, jonge ploeg, maar met wel heel veel kwaliteit. En wij moeten zorgen dat zij niet in hun kwaliteit komen. Als wij te veel ruimte weggeven aan hun, dan hebben ze al bewezen dat ze heel goed kunnen voetballen. Vitesse staat vierde, is gewoon een ploeg die altijd rondom de vierde, achtste plek rondzwermt. En is gewoon op dit moment, gezien de kwaliteiten die ze herbergen in de selectie, is gewoon, en ze hebben ook gewoon een hele goede selectie. Het is niet zeg maar 12 mensen. Als je gewoon kijkt wie er op dit moment op de bank zit, nou, dat is gewoon een hele goede bank. Dus ik denk dat zij heel lang mee kunnen doen, in ieder geval rondom deze plek. En, dus ik zie het wel als een grote wedstrijd dit. De Arnhemmers hebben sinds de winterstop een nieuwe trainer. Peter Bos verhaalde de club voor Maccabi Tel Aviv en Rob Maas nam het over. De boer ziet weinig verschil. Allebei zijn verdedigende middenvelders geweest volgens mij. Maar dat zie je niet terug, denk ik hoor, in hun spel. Ze willen aanvallend spelen. En hij heeft gewoon het stokje overgenomen en ik zie gewoon dezelfde patronen. En dus zat de trainer er vandaag bovenop. Nou, ik denk sowieso dat deze groep dat nodig heeft om continu de boog gespannen te houden. En soms heb je het gevoel dat het automatisch gaat. En ik vond het vandaag wel zeer fel. Er waren echt flinke duels waar je af en toe je hart vasthield dat er geen blessure aan overhield. En daarom werden alle spelers door de trainer weer even op scherp gezet. Je hebt een bepaald tactische elementen wat je hebt besproken dan met mensen. En als het uiteindelijk dan het goed doen of verkeerd doen, dan ga je daar natuurlijk op in. Het meespelen van Jasper Schillers is tegen Vitesse niet in gevaar. De doelman heeft nog altijd een gehavend gezicht, maar dat is geen belemmering om zijn plek tussen de palen in te nemen. Ja, die mooi twee blauw. Het lijkt net of hij aan het honkbal is. Dan zie je toch wel eens die mooie zwarte streep onder de ogen. Nou, die heeft hij ook. hij heeft geprobeerd met een masker, maar het is niet helemaal. Zit het lekker en hij kan het ook zonder. Waarschijnlijk gaat hij het morgen gewoon zonder. Dan zit er nog één iemand in de ziekenboeg en dat is Davy Klaassen. De middenvelder zal dit weekend nog vanaf de tribune moeten toekijken. Alhoewel zijn rentree niet lang op zich laat wachten. Wat ik vandaag hoorde, heeft hij eigenlijk bijna alles gedaan, ook zonder pijn. Het was een hele zware training volgens hem. Dus is echt flink de keer gegaan en is echt goed uitgetest. En heel af en toe met een bepaald schot zei je, echt overstrekking met schieten, dat hij dan heel licht wat voelt. Maar het is bijna helemaal weg. En, dus wij gaan ervan uit dat hij heel snel kan aansluiten. Ook al is Vitesse dus een tegenstander van formaat, de boer gaat ervan uit dat hij net als in de voorgaande jaren na de winterstop weer veel punten zal pakken. Te beginnen zaterdagavond. Je hebt altijd een bepaald gevoel hoe de groep ervoor staat. En ik denk dat we een vrachtpunten kunnen binnenhalen in ieder geval. Dat verwacht ik op dit moment wel.